belangrijkste dat ik natuurlijk de overweging ging nemen om een spuitrobot te kopen was natuurlijk, ik brak te veel takken in mijn pad. En het is gebruiksvriendelijker. Mm-hmm. En het voordeel van een robot is dan ook, je spuit veel gelijkmatiger, overal komt het. En dat vond ik ook belangrijk, zeker voor een vuurbestrijding. Ik had voorheen best wel eens last van vuur op mijn bloemen. En daar ben ik nu met die robot vanaf, omdat ik toch gelijkmatig gespuit. En minder middel gebruikt. Ik heb een reductie van 50%. Nou, het probleem bij ons was zoeken naar een goede spuitrobot. Dat was het probleem, de draadjes van de hijsverwarming. Wij konden niet een heel bed in ene meenemen, wij moesten altijd in die 90 centimeter zitten. En ik vond ook een eis was, ik moest minimaal 3 bedden kunnen spuiten en niet 1. Want qua tijd verlies ik er nu niks aan. Ik bedoel, het is gebruiksvriendelijke, arbeidsvriendelijke. Die kleine jongen doet het graag. Ik vind het zeker makkelijk werken, omdat je hangt hem op de buis, je zendt hem naar achter. Hij komt ook vanzelf weer terug. Het is ook veel beter voor jezelf, want je kan op een afstand blijven staan en met de afstandsbediening ook bedienen. En met nevelen stopt hij al 3 meter van tevoren, dus je komt ook niet in het genevelde. Een heel goed gevoel. Ik spuit de helft aan middel, dat vind ik belangrijk. Het is veiliger voor mijn mensen die bij me werken, dat vind ik ook belangrijk. En de dekking is veel beter van een machine als dat je met de hand spuit. En dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste overwegingen. Vuur kom ik niet meer tegen en ik spuit de helft. Dat vind ik belangrijker doen.